Waren er dan nog iedere dag mensen die hen uitscholden? Uh, ja, ja. Die, 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 die mensen stonden daar iedere dag om te laten merken... dat het niet de bedoeling was dat die zwarte kinderen naar die school zouden gaan. Hoe was dat voor uw zuster om iedere dag zoveel haat en agressie overheen te krijgen? En hoe wapen je je daartegen? Nou, ze hebben... In die tijd, dit was in 57, en Martin Luther King was begonnen in 54-55. Zijn filosofie was een hele grote inspiratiebron mm -hmm. voor de Little Rock Nine. Ze kwamen bij elkaar ook iedere dag naar school bij Daisy Bates thuis. Dat was degene die ze begeleidde. Ah. En ze praten over hoe doe je dat als die man... en er werd zelfs rollenspellen gedaan... Dat ze, hoe doe je dat als iemand je bespuwt? Ze werden getraind dus? Ze werden er echt in getraind, ja. Ja? ja. Wat vonden uw ouders er eigenlijk van? Mijn ouders hebben later gezegd... Ja? wij hoopten iedere dag dat Telma naar huis zou komen... En, en tegen ons zou zeggen, ik doe het niet meer. Maar dit is niet gebeurd, want weet je... Ze vormden een groep van negen mensen die iets op zich hebben genomen. En je kon, je moest, ze wilden loyaal blijven aan de anderen. Dus ze hielden vol. En bovendien, in die tijd was het iets wat je niet voor jezelf als individu deed alleen, maar ook voor um, het geheel.